Wat gebeurt er als je in een New York pizza een pizza gaat eten en ondertussen een pizza bestelt van Domino's Pizza en deze in New York pizza laat afleveren? Het is alsof we een soort spion zijn. Zie jij iemand al? Wat erg, die auto. Waarom gaat dit allemaal weer mis? Hij kijkt hierheen of niet? Wat gênant. Hij gaat naar binnen. Hoi. De jongens, hij fietst dus nu langs. Kom binnen, hij komt binnen. Ja, hij is voor mij. Hallo allemaal en super tof dat je deze video hebt aangeklikt, want dit wordt niet zomaar een video, maar ik kan je vertellen, een hele speciale video. Ik ga in deze video iets doen wat ik al heel erg lang wil doen. Dit zit al een paar jaar in mijn hoofd en vraag me niet af waarom dit soort dingen in mijn hoofd zitten, maar ik vraag me al heel lang af, wat zou er gebeuren als je concurrent pizzabezorgers elkaar een pizza laat bezorgen? En dat is precies wat ik in deze video ga doen. Ben je nieuw op mijn kanaal, dan zou ik zeggen, welkom. Vergeet hier beneden niet eventjes te abonneren en op een beltje te drukken om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. We zijn onderweg naar de 500.000 abonnees, dus het zou leuk zijn als jij je hierbij aansluit. Ik ga het eventjes kort voor jullie uitleggen wat we gaan doen vandaag. Ik ga een soort van experimentje uitvoeren. Ik vraag me heel erg af, wat gebeurt er als je in een New York pizza een pizza gaat eten en ondertussen een pizza bestelt van Domino's Pizza en deze in New York pizza laat afleveren? Gaat de bezorger überhaupt naar binnen? Rijdt de bezorger gewoon door, want die denkt ik ga niet bij de concurrent naar binnen? En vooral, hoe awkward is deze situatie? Ik heb mezelf natuurlijk al vaak voor lul gezet in mijn eigen video's, maar dit is toch wel even een andere manier. Ik vind het heel erg spannend en voor mij wordt het ook awkward. Ik zit zo meteen binnen bij die pizzeria en ik heb dus geen idee hoe ze gaan reageren. Hebben jullie nou heel erg veel zin in deze video? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Bij de 18.000 duimpjes ga ik dit experiment nog een keer uitvoeren, maar dan bij bijvoorbeeld een burgertent. En de vraag voor deze week is als volgt, want als we het toch over pizza's hebben, dan heb ik één struggle met mezelf altijd. Ik vind persoonlijk dat ananas niet echt op een pizza hoort en ik heb al meer mensen dit horen zeggen. Ik ben heel erg benieuwd. Past ananas op je pizza of heb je zoiets van nee, dit is echt geen combinatie. Ga los met de discussie hier beneden. Ik ga me er ook mee bemoeien. Dan is het nu tijd om te beginnen aan dit gestoorde experiment. En ik weet zeker, dit wordt een hele awkward video. Dus veel plezier met kijken. Hey Rut, ik ga iets vandaag doen en je gaat dit nooit geloven. Het is heel raar shot. Ik ben met Paco aan het knuffelen. Oh ja, Paco ligt hieronder. Oké, wat denk jij? Wat er gebeurt als ik in de Domino's pizza ga zitten en een pizza bestel van New York Pizza en dit ook andersom ga doen. Dat zou heel erg zijn. Ik denk dat het heel awkward wordt. Maar denk jij dat die bezorger naar binnen gaat? Of denk je dat hij doorloopt en het niet gaat proberen? Als ik bezorger zou zijn, dan zou ik niet naar binnen durven gaan, denk ik. Ik dus ook denk ik niet. Ik zou gewoon maar weggaan, denk ik. Maar het kan ook zijn dat ze heel veel lef hebben, hè? En dat ze juist wel naar binnen gaan. Ja. Voor hun is het awkward, maar voor mij wordt het ook heel awkward. En denk je dat ik dit ga doen, dat ik het echt durf? Ik denk niet dat je durft. Ik moet wel. Maar je moet het doen. Je moet het echt doen. We gaan anders eerst doen dat ik het vanuit buiten af ga filmen. En dan doen we het de tweede keer dat ik binnen zit. Ik was net trouwens nog even op YouTube aan het zoeken of dit experiment eigenlijk al eerder gedaan is, maar toen kwam ik dus een video tegen van een andere YouTuber uit het buitenland en die heeft het ook dus een keer geprobeerd. Ik heb hem expres nog niet gekeken, want ik wil het echt zelf meemaken wat er gebeurt. Maar mocht je na deze video denken, ik wil dat ook nog even zien hoe het bij die buitenlandse YouTuber ging, dan staat het linkje in de beschrijving en kun je dat later ook nog eventjes checken. Op naar Brabant, want daar ga ik het experiment uitvoeren. Het is ondertussen een paar uurtjes later en ik ben in Braboland. Ik heb Paco gezellig meegenomen, zoals jullie zien. Ik kan je vertellen, ik ben eigenlijk wel een klein beetje zenuwachtig, want de mensen die mij een beetje kennen weten dat ik eigenlijk gewoon een heel braaf persoon ben en als ik een prank uithaal of een experimentje wat een beetje op het randje ligt, krijg ik problemen. Voor de mensen die al een tijdje naar mijn video's kijken, weten dat ik een paar jaar geleden samen met Joy door een wife ging en daar ging het een en ander mis. Het werd niet echt geaccepteerd dat wij daar een prank uithaalden en dit is eigenlijk de tweede keer dat ik zoiets ga doen en ik ben echt heel erg bang. Ik heb gewoon zo'n voorgevoel dat dit helemaal misgaat. Ik ga dus vandaag twee experimentjes doen. We beginnen met de allereerste en dat is de verborgen camera experiment. We gaan zo meteen naar Domino's Pizza. Daar ga ik mijn auto, oftewel ik leen eventjes mijn moeders auto, tegenover Domino's Pizza zetten. En vanuit de auto bestel ik dus een pizza bij New York Pizza. Die wordt geleverd bij Domino's Pizza. We gaan met verborgen camera kijken wat de bezorger gaat doen. Loopt hij gewoon langs Domino's? Gaat hij naar binnen met New York Pizza? Dat gaan we zo meteen als eerst doen. Als we dat hebben gedaan, weten we dus ook hoe dat verloop is. Heel erg logisch. En daarna gaan we naar New York Pizza. En als ik het durf, ga ik binnen zitten en een pizza bestellen van Domino's. En gaan we dus zien hoe dat verloopt. Ik ben echt best wel zenuwachtig hoe dit gaat verlopen. Laten we naar de auto gaan. Ik ben samen met Ellen. Hi, Ellen. Ellen heb je misschien al een tijd geleden eerder gezien in mijn video's. En Ellen gaat mij helpen, hè? Ja. Jij gaat mij filmen. Ik zei net, ik ben een beetje zenuwachtig en bang of zo. En ik heb geen idee waarom, maar ik ben gewoon echt een schijterd. Ik ben de grootste schijterd van YouTube misschien wel als het om dit soort dingen gaat. Dat is het ergste wat kan gebeuren. Dat ik op het bureau zit vanavond. We gaan nu de auto parkeren op een subtiele plek voor Domino's. Oké, hier linksachter is de Domino's. En hier rechts zijn allemaal parkeervlakken.
zitten, zoals je ziet. Ik wil hier dus ergens mijn auto inzetten, zodat we makkelijk overzicht hebben op domino's. Het voelt echt alsof we een soort spion zijn nu. Hier gaat het allemaal gebeuren. Zo hier valt het te veel op, denk je? Nee, ik kan wel. Vanaf hier kunnen we het goed zien. Nou, dan ga ik nu achterin zitten en dan gaan we de order plaatsen. Jongens, ik zit op de website van New York Pizza. Ik moest er even over nadenken. Ja, wat gaan we bestellen? Het moet gewoon iets randoms zijn. 25 centimeter. Wil je een bloemkoolbodem? Dat kan ook nog. Chicken Florentine doen? Ik heb geen idee. Het is €12,50 en ik ga hem dus nu bestellen. En dan zul je vast denken, Thomas, ga je dat onder je eigen naam doen? Nee, dat ga ik niet onder mijn eigen naam doen. Vind jij een leuke fake naam? Zou ik Johan doen? Ja. Johan van den Broek? We gaan nu op afrekenen drukken. Ik ben echt zenuwachtig. Bedankt voor je bestelling. De pizza wordt rond 16:30 bezorgd. Het is over een half uurtje, dus hij wordt nu bereid. En dan komen ze hem dus zo brengen. Dat is het nu gewoon eigenlijk. Wij wachten tot wat er gebeurt. Wat een spanning en sensatie. Dus een kleine wijziging in de planning. We hebben de auto een klein beetje verplaatst. Want Ellen kwam er dus net achter dat deze auto niet geblindeerd is achter. Dus ik zat vol in het zicht, recht tegenover Domino's met een camera. En dat viel natuurlijk veel te veel op. Ik wil eigenlijk alles gewoon laten gebeuren zoals het gebeurt. Dat ze niet doorhebben dat er een camera is. Dus we hebben de auto iets verplaatst van achter een andere auto. Maar ik kan precies hier tussendoor. Nu staat er een vrachtwagen van UPS. Maar daar is Domino's. Dus ik kan alles goed in beeld brengen. Oh jongens, het gaat nu heel snel. Hij zit al in de oven, mijn pizza. Dus hierna komt het kopje onderweg. En dan komt het kopje afgeleverd, maar dat gaat denk ik niet lukken. Ik ben heel benieuwd. Er staat nog steeds dat hij in de oven zit. Hoe lang zal zo'n oven duren? Ik denk een paar minuutjes. Dus ieder moment zal hij op onderweg staan. Ondertussen is iemand van Domino's alle fiets aan buiten zetten voor de bezorging die vanaf 4 uur begint. Maar ze weten nog niet dat ze er zo meteen eentje aan New York pizza moeten gaan leveren. Oké, jongens, hij is onderweg. Dat betekent dat hij ieder moment hier aan kan komen fietsen. Ik ga de deur dicht doen. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Het slaat nergens op. Waarom ben ik zenuwachtig voor dit soort dingen? Zie jij iemand al? Nee. Oh my god. Zie jij iemand al? Ik moet plassen. Heb je dat weer? Ik moet echt heel nodig plassen. Oh nee. Gaat die auto toch niet weg? Oh, wat erg. Wat doen we nu? Wat erg. Die auto gaat weg. Moet ik hem verplaatsen? Wat erg. Die auto gaat weg. En nu? Oh nee, waarom gaat dit allemaal weer mis? Jongens, daar is hij. Pas op met die camera, hola. Oh god, daar gaat hij. Wat gaat hij doen? Oh nee, hij staat voor de deur. Hij kijkt hierheen, of niet? Zeg als hij kijkt, dan doe ik hem weg. Oh, hij stapt af. Oh, hij gaat aanbellen. Oh nee, wat erg. Wat gênant. Hij gaat naar binnen. Hij staat binnen, jongens. Wat is dit? Gênant. Je moet maar durven om bij de concurrent naar binnen te gaan met die pizza. Oh, hij gaat bij de buren aanbellen. Oh, wat zielig dit. Ik vind het zo cool dat hij dit gewoon doet. Moet ik gewoon naartoe gaan? Hoi, hij is voor mij, sorry. We waren heel benieuwd wat er zou gebeuren, zeg maar, als we een pizza zouden bezorgen bij. Maar heel cool, je ging gewoon naar binnen toe. Dus, ja, we dachten al, van, we hadden opgezocht, we dachten, wat is dit nou? Nou, sorry, dankjewel. Nee, werk ze nog? Ik heb mijn pizza. Het is gewoon gelukt. Het is toch super vet? Jongens, deze gast is zo cool. Je moet maar durven om met de New York pizza, doos, kleding, alles bij Domino's binnen te lopen en daar gewoon een pizza te gaan leveren. Dat vind ik echt heel cool. Het allergrappigste is nog, ik mocht een foto maken van hem voor de thumbnail. Lust iemand een stukje pizza? Ja, is goed. Ik vond het wel een leuk experiment. Ik denk, Thomas, wat ben jij een zenuw gast. Het klopt, ik ben altijd heel excited. En vooral met dit soort pranks kan ik echt zo erin leven, zeg maar. Dus vandaar al mijn drama eromheen. Het is nu tijd voor experiment 2. En experiment 2 is dus dat ik in de New York pizza ga zitten. En een pizza bestel van Domino's Pizza. Ik ben heel benieuwd, blijven ze voor de deur hangen? Gaan ze het zelf doen als die gast net deed? Want ik twijfelde echt geen moment. Die liep gewoon gelijk naar binnen toe. Hij deed niet eens zijn best om even omheen. Kijk, nee, dat is gewoon hier. En ik moet gewoon naar binnen hier. Gaat dat nu dus ook gebeuren? Of kiezen ze ervoor om gewoon door te rijden? Van nee, dat is te awkward, ik ga niet naar binnen toe. Jongens, wat gênant. Die gast die net die pizza heeft geleverd, die zit voor de deur bij New York Pizza. Dus we moeten echt wachten tot die gast weg is. Mijn plan valt in het water nu. Even denken, wat is een plan B? Oké, ik heb besloten om naar een ander filiaal te gaan. Een stuk verderop, waar dus ook andere mensen hopelijk werken. Want als we het hier gaan opnemen, sowieso als die jongen mij ziet, dan weet hij al wat er gaat gebeuren. En dan slaagt het experiment gewoon niet. Dus we gaan ergens anders heen en ik ben heel benieuwd hoe dat gaat verlopen. En toen was het een paar minuutjes later en ben ik dus in het centrum van Den Bosch. Jongens, ik vind het altijd heerlijk om in Den Bosch te zijn. Hier kom ik dus van. Hele leuke stad vind ik zelf, hè Ellen? Ja, zeg maar ja. Ja, keileuk. Keileuk! Verderop aan de rechterkant zit New York Pizza, een ander filiaal dan waar we net waren. Het idee is dus dat jij buiten gaat filmen. Ik ga proberen stiekem te filmen, maar ik ben bang dat te veel opvalt. En ik wil wel dat het experiment natuurlijk slaagt. Dan ga ik mijn pizza bestellen en dan gaan we net zoals net zien wat er gebeurt. Ik hoop dat er net zo'n vriendelijk iemand is die ook gewoon naar binnen gaat. Ja. Als die naar binnen gaat, of zij, dan spreek ik wel af dat ik wel ga zeggen van ja, hij is voor mij, het is een experiment. Ik ga het wel zeggen. Het wordt wel echt super awkward natuurlijk. Want wie gaat nou op een vrije avond dit soort dingen doen? We staan dus
dus nu voor New York Pizza. En ik heb hier de website open van Domino's Pizza. Ik ga dus nu alvast mijn bestelling plaatsen voordat ik naar binnen ga. Oké, ik heb een half pizza besteld. In ieder geval nog niet, die ga ik nu bestellen. Oh, ik moet weer een naam geven. Johan van de... Heel grappig, die Johan, waar ik ook een e-mail voor heb bedacht, die krijgt dus nu elke mail met bevestigingen van bestellingen. Sorry daarvoor, als je het ziet. Ik denk dat we maar gaan bestellen. Oh, wat is dit gênant, jongens. Oké, de bestelling is geplaatst. Ik moet heel snel nu naar binnen gaan, want ik zie dat hij al... Hij gaat er bijna bereiden. Oké, ik ga naar binnen. Heel benieuwd hoe dit gaat verlopen. Oké, jongens. Ik heb een pizza besteld. De pizza die ik bij de andere heb besteld, die zit dus nu in de oven. Dus wordt ook gebeld. Nou, ik ben helemaal bang dat ze gebeld worden in deze bestelling. Oké, jongens, ik heb dus net mijn pizza ontvangen die hier op besteld. Mijn andere pizza is ook bijna klaar. Jongens, het duurt zo lang. Ik vind het zo erg voor die bezorger. Ik hoop dat hij net als die andere bezorger niet gênant gaat vinden dit. Oké, zoals jullie zien, de bestelling is nu onderweg. Jongens, hij fietst dus nu langs. Ik zag hem net langskomen. Dus mij fietsen die door, hè? Wat erg. Deze jongen vindt het duidelijk wel gênant. Misschien komt hij nog terug. Dit is zo zielig voor die jongen op dit moment. Maar hij komt binnen, hij komt binnen. Ja, hij komt naar binnen. Oh, gewoon alsof ik mijn pizza heeft. Wat erg, dan moet ik hem laten zoeken. Oh, jongens, wat moet ik doen? Ik ga hem helpen. Ja, hij is voor mij. Sorry. Ik was een experimentje aan het doen. Of jullie naar binnen zouden gaan, maar dat doe je dus. Thanks, dankjewel. Oh, wat erg. Dit was duidelijk een hele gênante ervaring. Iedereen voelt zich heel awkward hier. Oké, ik ga de spullen pakken en ik ga weg. Jongens, ik heb een pizza van Domino's geleverd in de New York Pizza. En ik ga je vertellen, dit was een stuk ongemakkelijker dan bij experiment 1 dat wij in de auto bleven. Want ten eerste, die gast voelde zich heel ongemakkelijk. Hij heeft denk ik wel 10 keer getwijfeld of hij naar binnen zou gaan lopen. Maar voor mij was het ook ongemakkelijk, want ik zat daar dus binnen en ik moest dus zeggen dat hij voor mij was. Conclusie voor dit experiment. Ik vind de medewerkers van zowel New York Pizza als Domino's heel sociaal. Ze schamen zich niet heel erg. Mocht het adres dus fout zijn aangegeven. Geven. Ze schamen zich niet. Ze gaan gewoon naar binnen bij de concurrent. Persoonlijk had ik het niet verwacht. Ik dacht persoonlijk dat beide gevallen vandaag niet naar binnen zouden gaan. En zouden denken, ja, dat ga ik echt niet doen. Ik ga gewoon terug naar het restaurant en ik leg de pizza daar neer en hij komt ze maar ophalen. Dit is iets wat ik al heel mijn leven een keer wil testen. Dit soort rare experimentjes. Ik vind het persoonlijk heel erg grappig om te weten wat er dan gebeurt. Ik zou jullie aanraden, test het niet. Want het is voor de bezorgers niet heel erg fijn om dit soort dingen elke keer te hebben. Niet dat iedereen naar deze video dit opeens nu straks gaat doen. Heb je nou zoiets van Thomas? Ik weet wel een ander experimentje wat ook een beetje dit gebied is. En ik wil heel graag dat jij dat gaat testen of gaat uitvoeren of een bepaalde challenge aangaat. Laat het dan hier beneden weten eventjes in de reacties en wel... Die man vond het ook erg grappig. Wie weet ga ik het de volgende keer wel uitvoeren. Dus laat het hier beneden even weten. En ben je nog niet geabonneerd, druk dan hier beneden op de rode button en een belletje om te hoogte te blijven van elke nieuwe video. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik zie jullie gewoon volgende week dinsdag weer om 7 uur op mijn YouTube kanaal. Gewoon Thomas. Hou doei!